Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl Zoals we kunnen zien op de satellietfoto, hebben we vandaag een afwisseling van wolken en opklaringen. Dat betekent dat van tijd tot tijd wel even de zon doorbreekt. Maar soms is het ook grijs. Met name in het noorden van het land en in het Waddengebied kunnen een aantal regenbuien overtrekken. Het wordt vanmiddag zo'n 5 graden in Limburg tot 8 graden in het noordwesten. Er waait een stevige wind uit het noordoosten tot oosten. Windkracht 4 tot 6. Voor het gevoel zal het daardoor een stuk kouder aanvoelen. Ook vanavond is het wisselend bewolkt. In het noordoosten blijft kans op een enkele bui en misschien dat er zelfs wat winterse neerslag bij zit in de vorm van natte sneeuw. Morgen begint de dag met nog een klein beetje zon, maar in de middag raakt het vanuit het oosten bewolkt. En met name in de noordoostelijke helft van het land valt in de avond mogelijk wat natte sneeuw. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden en er waait een stevige oostelijke wind, windkracht 7 zelfs in het Waddengebied. De komende dagen blijft het vrijwel overal droog en is er van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur ligt rond de 5 of 6 graden en de wind gaat geleidelijk aan weer afnemen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.